Welkom bij een langere zomerpreview dan normaal, denk ik. Want, dit wordt al lange? Ja, dit wordt wel een lange. Want ik heb hier stellingen van je gekregen. Oeh. We gaan het hebben over Starfield. We hebben natuurlijk twee presentaties gezien de laatste tijd. En zoals alles tegenwoordig waren er positieve geluiden. Ook moet ik zeker kritiek, negatieve geluiden. Logisch ook, want ja, dit is een groot project. Iedereen kijkt er naartoe. Ga je natuurlijk onder de loep leggen. En zo ik moet zeggen, ik had gelijk toen ik dit zag, dat ik het ziet er niet helemaal leeg uit. Nee, daar begin je nu al. Ja? Nou ja, dat begin is een je van nu de dingen. Ja? Dat staat hier bijvoorbeeld grafisch, zag het er niet bijzonder waar uit. Waar heb je het over? Dit ziet er fantastisch uit, man. En dit is nog niet eens die 4K shit. Ik weet niet waarom dit de SD-trailer is. Hoe bedoel je de SD-trailer? Ja, gewoon in 4K ziet het prachtig. Kijk hoe kapot gecompressed het allemaal is. Ja. In 4K is het echt helemaal. Nee, ik wil zeggen, ik heb de trailer ook gekeken. Nee, maar gewoon simpelweg. Definieer wat jij echt zegt. Heel mooi. Wat is echt heel mooi? Dat is een beetje het ding. Kijk, sommige Horizon Zero Dawn is echt heel mooi. Dat ziet iedereen. Dat is technologisch soort van het subliem. Dit is voor een game die volgend jaar uitkomt. Ben ik het namelijk mee eens. En ik heb altijd van tevoren al gezegd van het is, weet je, het is de Bethesda engine. Dit is dan nummertje 2. Engine, ja. Maar denk je dat het veel anders gaat zijn dan dat we kennen? Nee. Maar wacht even, wat is het doel van mooi? Misschien bedoel je dat te zeggen. Een soort van weet je, ik bedoel, je hebt het doel van Horizon was om een showcase titel te worden voor de PlayStation 5. Daar hebben ze echt op ingezet. Daar hebben ze ongetwijfeld echt heel veel uren in zitten om het juist. Nog dit ziet er wel mooi uit trouwens. Ja, maar sommige dingen zien er aardig uit, ja. Maar wat je dan zegt is, van, dat vind je mooi vormgegeven. Het is dezelfde engine. Weet je, misschien is je smaak meer afgesteld op het een en minder op het ander. En hier heb je hier zoiets van, ja, vet, weet je, een cyberstad, dat lijkt me wat. Nee, dat vind ik echt lelijk. En wat is dat nou voor een lelijke stad? Nee, maar meer dat het levendig aanvoelde. Die stofwolken daar, nee, ik vind een lelijke stofwolken. En die eerste stad zag er gewoon in één keer PlayStation 3 uit. Kijk, dit ziet amazing uit. Nee, die hele game ziet er amazing uit. Maar ik ben het is wel functioneel. Daar hangt precies. Er hangt een soort creatieve keuze omheen die ze gemaakt hebben. Die iets doet, die zegt iets over die wereld. En ja, wat ik zei, het is een stijltje. En dat hebben die Bethesda games hebben dat altijd gehad. Weet je, net als dat. Oké, ik vind dat persoonlijk een heel erg lelijk beest wat daar op je afkwam. Dat vond ik gewoon een lelijk beest. En dan zit ik dat te spelen en denk ik, wat doet dat lelijke beest hier voor mijn neus? Ik zit hier een next-gen game te spelen. Hier, die was iets beter, dat beest. Best. Was een beter beest. Maar dat zijn gewoon creatieve keuzes die ze maken. Ja, dat was een kutkeuze dan, want die eerste stad ziet er gewoon niet mooi uit. Nee, en wat ik voor een next-gen, wel een mooie stad. Of voor een nieuwe game, vond ik het vrij leeg vooral. Ja. Beetje mensen die het voelde old school, dat is het meer. Het is niet per se een lelijke game. Maar wacht even, we hebben het hier over een Bethesda game. Ja. Kun jij mij een Bethesda game vertellen die uitkwam dat je dacht, wow! Nou ja, Fallout 3. Nee, maar dat ja, tuurlijk. Nee, man. Fallout 3 ontploft. Was ook. Ja, kop oploft. Omdat het vet qua concept, maar het was niet grafisch per se. Nee, maar precies. Grafisch in het teken van de maar gameplay. Maar betekent dat je dat niet mag benoemen, omdat het een Bethesda game is? Nee, maar het is niet lelijk. Ik bedoel, oordeel van lelijk. Weet je, dus van, ik geef het 4 uit 10 sterren, deze graphics. Ik bedoel... Nee, maar Valheim en wat dan ook. Er zijn veel games die ook relevant zijn en actueel zijn en nog lelijker. Ja, maar het is subjectief. Kijk, je moet je gewoon voorstellen. Als ik naar die trailer en die presentatie kijk, dan vind ik altijd die Bethesda koppen. Ja, gewoon recht inzoomen, een soort van, een beetje doods of wat dan ook. Maar het ding is, je weet, die gameplay draait niet op de interactie met die mensen. Die mensen geven je alleen de volgende missie. Of vertellen een stukje van het verhaal, whatever. Ja. Maar waar die game om draait, is dat ontdekken van die fantastisch grote wereld. Maar niemand ontkent dat. Nee, wel. Ja, maar jij gaat dan volgens zeggen van, nee, maar ik weet niet, maar ik vind het gewoon heel lelijk. Weet je? En dan denk ik van, ja, maar dat is een subjectief, je pikt een korreltje. Sowieso is mijn mening over deze game subjectief. Je krijgt een tosti geserveerd met een blaadje kaas. Een natte tosti. Een hele natte, droge tosti. Perfecte tosti met Zwitserse kaas. Met aangebrande kaas. En dan breek je er een heel klein stukje bruin gebrand brood van. Dat eet je op zich van, dat vond ik gewoon lelijk. Dat vind ik gewoon een lelijk stukje brood. Weet je, je moet die hele tosti moet je proeven om te snappen dat het wat de compositie is. Op het moment dat we zeggen, vinden we het grafisch tegenvallen, die vraag moet beantwoord worden, dan zeg ik, ja, op sommige vlakken. Tegenvallen in
Vergeleken met wat? De rest van de game-industrie waar we nu zijn in 2022. Ja. Het is nu al niet... Zoals wat? 30.000 pixel indie shooters die je voor... Nou ja, precies dat. Wat ik zeg, het is ook veel mooier dan veel, dan veel andere games. Omdat er gewoon indie games uitkomen die niet de mankracht hebben om het überhaupt zo gelijk te krijgen. Ik weet nu al dat het een kut game gaat worden. Ik heb Boris ooit twee keer eerder zo stellig gezien. Dat was met Cyberpunk 2077 en met Just Cause 4. Nou, ik kan je nog een derde game noemen. En ik dacht, als je het over lelijk hebt, waar ik ook heel stellig enthousiast over was, totdat ik het op een gegeven moment was. No Man's Sky. Ja, maar dit wordt natuurlijk gewoon, en dat staat er ook in een van de dingen, Starfield is gewoon No Man's Sky, maar dan gemaakt door Bethesda. Dat was dus ook een van de dingen die op het internet veel werd gezegd. Ja, en ik vind dat die twee dingen eigenlijk niet samen kunnen gaan. Want Bethesda is inderdaad wel van het creëren van werelden, maar vooral hele rijke werelden. Check Skyrim, de Elder Scrolls natuurlijk, maar Fallout. Je ziet toch dat die wereld fantastisch is. Dit is exact wat ik aan No Man's Sky kut vond, was die soort van, ik dacht van ja, alles gaat anders zijn. En vervolgens was het overal dezelfde kleurenpalet. Dat gaat hier toch niet en die anders beesten. Zijn? Maar dat ben ik het niet heel erg mee eens. Maar die beesten waren samengesteld uit 5 verschillende onderdelen. En die waren random over het hele heelal. Maar dat gaat hier toch niet anders zijn? Met 1000+ planeten gaat dat hier echt niet anders zijn. Behalve kijk hoe het eruit ziet. Nee, zeker. Maar, maar hier, dit is, ik ben fucking op Mars, dude, als ik dit speel. Nee, kreet, mijn probleem is, kijk, zij zijn goed in het creëren van werelden, personages en juist dus hele diepgaande lore ook. En hele heavy lore gevulde werelden. Ja. Dat kan niet bij 1000+ planeten. Dat kan niet. En dat kan dus wel. Wat ze hebben gezegd, we krijgen maar 3 grote steden. Dat betekent dat 999+ planeten dat niet hebben. Nee. Ja. Ook geen NPC's. Het zal ook niet per se nodig zijn om naar heel veel van die planeten te gaan. Jawel, jawel. Dat, om te minen misschien. Ja, dat soort minen, traden, weet ik wel. Ja, maar de ene planeet zoeken, weet zal ik wel. Niet veel anders zijn dan de andere planeet. Het is gewoon cool dat het erin zit. Vind ik ook. Maar ik ben ergens benieuwd hoe ze dat inderdaad... Want No Man's Sky was gewoon... Dat was echt procedureel gedaan. Ja, op heel veel planeten voelde je niks. Ja, maar ik denk dat ze dat er heel groot... dat er gedeeltes ook zeker wel gevormgegeven. Kan niet bij 1000+, man. Nee, maar jawel, gedeeltes, zeg ik. Dus waarschijnlijk 20 planeten zijn gewoon zelf gewoon geshaped. En de overige 980... 20? Denk eerder aan 5. Ook, nee, maar ook prima. Maar luister, ze hebben 3 steden, maar ze hebben nog wat maanbasis en piratenbasis. En neergestorte schepen overal. Ze hebben echt wel meer dan dat, denk ik. Maar goed, dit is speculatie, weet je. Ja, we weten het niet. Maar wat is het nut van 1000 planeten bouwen en vervolgens niets op die planeet hebben? Want dat is namelijk exact de fout die No Man's Sky maakte. En toen we erachter kwamen tijdens die presentatie op de Gamescom, toen had ik gelijk zoiets van, oh fuck, deze games zijn vergeten een game te maken. Ze hebben gewoon heel veel planeten gemaakt. Ja. En dat bleek ook zo te zijn. En hier, ik wil Bethesda kennende en wat ik nu gezien heb, ik heb het niet gezien, maar Bethesda kennende wordt dit gewoon een RPG. Ja, en zeker. Wordt het Fallout in space? Ja. Het wordt Fallout in space met 1000 planeten. Precies. À la en ze kunnen echt, wel een vertaling maken die Bethesda worthy is, bij wijze van. Ik denk puur dat die 1000+ planeten er zijn voor immersie. Simpelweg omdat je dus je eigen spaceship gaat maken ook. En vervolgens... Je kan niet opstijgen en landen. Dat zijn helaas gewoon cutscenes. Wat? Hoe bedoel je? Je kan niet opstijgen van deze planeet. Je kan wel opstijgen, jawel. Volgens mij. Hij zei van wel. Nee. Tot heeft gezegd dat het wel zo was. Nee, je kan vliegen in space. Maar als je zegt van ik ga nu aarde verlaten, dat is gewoon een cutscene. Precies. Je gaat niet door de dampkring. Nee. Waarom niet? Ja, dat is een hele grote vraag inderdaad die we hebben. En weet je wat Todd heeft gezegd? Zeker want ik heb het hier op een dingen staan. Seamless vliegen naar landen of naar landen. Ik bedoel dan planeten. Maar je kan overal landen op een planeet. Dat heeft hij letterlijk gezegd. Ja, landen. Dus maar dan ga je toch ook door de dampkring heen? Nee, je vliegt gewoon over de planeet. Hoe dat precies werkt is weird. Oké, we hadden nu planeet, kreet, land. Ja. Wil je bij New Atlantis landen of wil je toevallig ergens in de woestijn? Krijg je dat? Denk waarschijnlijk ik. Wel, ja. Of wil je rondvliegen? Todd Howard gaf aan dat dit gegeven niet echt belangrijk is voor de meeste gamers, heeft hij gezegd. Dus hij moet zijn bek houden. Maar dit is dus waarom ik zeg van die 1000+ planeten is puur voor immersie. Gewoon, je voelt je space cowboy. Je kan met je eigen... Je kan helemaal zelf kiezen. Kan je gewoon gaan waar je wil. En go where no man has ever gone before. Ja. Weet je wel? En dan kan je een beetje minen. Kan je baas bouwen. Dus er is wel wat te doen. Maar wil je echt puur verhaal, dan heb je gewoon die 5 planeten. Dat denk ik ook. Zo denk ik het ook. Dat het is opgezet. En misschien hebben ze iets slims bedacht. Dat je bepaalde side missions, dat je daar 15 planeten voor kan kiezen. En
dat je daar allemaal eigenlijk hetzelfde in geladen krijgt. Maar ik kan me niet voor. Wat nogmaals, wat is het nut van duizend planeten bouwen als je er niks mee doet? Immersie. Ja, maar een immersie is niet een antwoord. Dat is gewoon een woord wat je zegt. Tuurlijk is dat heeft geen inhoud. Jawel, dat je keuzevrijheid voelt. Ja, maar dat jij kan bij de Albert Heijn keuzevrijheid ervaren door 30 verschillende soorten bronwater te zien. Maar zeker, ja, precies heeft, dat. Het heeft geen inhoud. Nee, precies dat. Nou ja, water zit erin. Je hebt hetzelfde water overal. Nee, maar toch voelt het niet precies wat je zegt. Dat gaat nu ook zo zijn. Nee, maar toch voelt het niet goed. Maar jij, ik heb de keuze dat ik Barledu kies en jij kiest Spa. Nou, dat ja, maar zeg, toch voelt het niet goed als je naar de supermarkt gaat en er staat maar één fles water daar van één merk. Je hebt verschillende keuzes. Ja. Ook al ga je de 29 andere nooit je kiezen. Koopt toch altijd de goedkoopste of de beste. Ja. Maar dan heb ik zoiets van, hier hebben ze dus 1000 verschillende bronwater gemaakt. Er moet verschil zitten in dat bronwater. Er zal echt wel iets... De kleur, de aliens die er rondlopen. Of echt, en sterker nog, hè, ze hebben dus gezegd... en dat wist ik niet helemaal, maar... 100% planeten, of 1000, sorry... procedural generated. En dus 100 planeten... 1000 planeten, 100 sterrenstelsels. Nou ja, dat is zonnestelsels... denk ik eigenlijk dat er bedoeld wordt. Want een sterrenstelsel is een Milky Way... en er zitten al 1000 planeten in. Dus ik denk eigenlijk dat ze dus... nou ja, inderdaad, één sterrenstelsel is natuurlijk gewoon... de zon, dus dan kan het. Ja. Maar dat is gewoon heel veel. Echt niet dat ze daar allemaal custom dingen aan het maken. Jawel, zijn. Maak het dan niet hoe stuk, dan? Man. Ja, maar hoe dan? Ja, hoe dan? Fantaseer, filosofeer er eens over. Maak een videogame. Maar jij bent gewoon... jij hoopt. Jij bent, maar, ja, ik wou net zeggen, jij bent die gekke... Nou, maar luister, het is meer dan hopen. Het is, kijk, wij met z'n drieën en iedereen die dit kijkt, wij gaan in ons leven nooit meemaken dat we in ons ruimteschip gaan stappen, opstijgen en naar Alpha Centauri vliegen. Dat, zeker, dat gaan wij gewoon niet meemaken. Gaan we niet doen. Jij denkt niet dat Mars we over 30 jaar onze hersens kunnen downloaden naar PC? Ik ben opgegroeid met Back to the Future en we zouden vliegende auto's hebben. Er is geen moer. Er is echt helemaal geen moer. Nee. En zijn dat wel 3D-films. Ja, die hadden ze toen ook. Maar goed, anyway. Dus dat gaan we nooit meemaken. Dus oké, heb ik me bij me neergelegd. Het was even slikken. Weet je, ik had andere verwachtingen van het leven, maar het gaat niet gebeuren. Ja, maar nu maak je dezelfde fout. Maar dan in game. Wat ze wel kunnen is een fucking game maken met 1000 planeten waar ik naartoe kan vliegen en erop kan landen. Ja, en waarom doen ze dat dan niet? Waarom is dat hetzelfde als die space? Nee, wacht even. Nee, je mag toch naar Alpha Centauri. Ja. Maar je gaat niet echt, maar het is gewoon een cutscene en dan ben je er opeens. Ja. Nee, ik wil er fucking naartoe vliegen. Ja, know, ik wil in ik de cryo chamber en dan word ik wakker en dan tada en allemaal gekke beesten en rare aliens. Ja. Super, en dan weer terug. Maar dat hier, dit is gewoon het enige wat we hebben. Kijk, en dan moeten ze het wel goed doen. Je kan er wel naartoe vliegen, maar je parkeert gewoon voor de planeet. En dan kies je waar je landt en dat doe je niet zelf. En ik denk dat je uiteindelijk over de planeet wil lachen. I know. Ruimteschip, vlieg met dat ding. Volgens mij mag je... ze hebben alleen maar in de gameplay demo's... hebben ze alleen maar rondgevlogen in space. Want, ik heb ze zijn niet naar een planeet. Maar ik geloof niet dat je niet over... Hij zegt, je kunt overal landen. Ja, maar dus dan kan je... Overal als je op een planeet eenmaal bent... Hè, in de ingeladen kreet of alles... Ja. Weet je, tweeën zeg de cutscene is geweest. Ja. En dan ben je dit aan het doen op de planeet. Nee, bij de planeet. Je kan nu namelijk niet naar de planeet toe. Which is stupid en weird. Ja, dat is heel maar dat schijnt dus het ding te zijn. En ditzelfde kan je doen wanneer je in de atmosfeer van de game bent van de planeet bent gecutscened. Zoals ook Destiny. Weet je, even woelop, en dan ben je er. Snap ik. Dat was kut. Ja, maar ook daar hadden we gehoopt dat je gewoon van planeet naar planeet kon vliegen. Ik word gewoon chagrijnig. Ik heb zoiets van... Sorry. Nee, maar ik bedoel, ik wil naar die planeet. En ik heb het hem ook niet horen zeggen. Ik heb die prestatie letterlijk twee keer gekregen. Hij heeft het zeker gezegd. Twee keer in 4K. Volgens mij bij de Extended Show is gezegd. Nou, ik vind het echt een teleurstelling. Is het ook. Maar het is ook toch onrealistisch om te denken dat ze op 1000 planeten iets vets voor jou custom maar maken. Maar luister, wanneer kwam No Man's Sky uit? Die hebben dit al gedaan. En dat was... Ja, maar zij gaan er wanneer, natuurlijk drie wel jaar ietsje, geleden, vier ietsje jaar geleden? Vijf jaar geleden? Ja, zij gaan er natuurlijk wel Bethesda wat grootsheid. Want in principe was natuurlijk No Man's Sky vooral in het begin was abstract als Minecraft. Misschien nog wel abstracter. Maar dat was ook ergens het doel van de game. Was gewoon een soort van explore. En het is meer een tech demo. Zie maar waar je uitkomt. Het is gewoon een bijna artsy. Zij gaan hier een heel vet space epos natuurlijk wel inschrijven. Het is niet zo vet als je niet naar de planeet zelf kan vliegen.
Nee, ik vind dat nou ja, ik vind een van de mooiste dingen. Dingetje. Ik heb No Man's Sky niet gespeeld, maar ik heb vaak beelden gezien. Waarom? Op het moment dat je door die dampkring gaat. Is amazing. Ja, en dat hebben ze er hier uitgehaald. Ja. En dat is weird. En waarom? Omdat je dan naar 1000 planeten kan vliegen in space, als je dat wilt. En dat je dan, oké, die heeft uitgekozen. Dan ga je daarin met de cutscene. En dan maakt die game, oh, maar wat hij hier kan doen, zijn deze 4 side missions. Hij had ook 1000 andere planeten, of 999 andere planeten kunnen uitkiezen. Hij heeft deze uitgekozen, dus gaan we deze 3 missies hier nu projecteren. Nee, weet je wat het is? Er zijn meer planeten dan die 1000, waar je dus, maar daar kun je niet op. Dus ik denk dat kan ook. Ik denk dat dat de reden is dat je niet er naartoe kunt vliegen, want anders kon je wel naar alle 500 miljard planeten die erin die je ziet of visueel die ze hebben gemaakt. Zijn. Nee, ze hebben er visueel zijn het er 1000, denk ik, een plus eigenlijk. Nou ja, maar waarschijnlijk heb je dus, weet je hebt dan planeten en dan heb je een zon en dan heb je nog een paar meteoren. En in No Man's Sky kun je naar al die shit gewoon toevliegen, weet je. Je kunt daar gewoon allemaal wat mee doen. Maar ik vind het raar, want dat is een 5 jaar oude game en het lijkt me niet zo'n big deal om het mogelijk te kunnen maken om gewoon naar die planeet te vliegen. Er is een technische reden waarom dat niet kan. Ja, omdat ze daar, want in No Man's Sky kan je er heel weinig, behalve je eigen verhaal in je hoofd verzinnen, omdat je een beetje aan het minen bent. En hopelijk kom je weer terug als je genoeg fuel kan vinden. Nee, dat is absoluut. Maar zij gaan hier. Ja, precies. Maar zij gaan natuurlijk. Dat is waarom je dit waarschijnlijk niet kan doen. Omdat ze met Bethesda heeft zoiets van. Maar dat is niet ons soort games. Je moet daar iets cools beleven. Misschien is het ook een beperking van de Creation Engine, hè? Kan ook, ja. Het klinkt zoals dat. En die engine is altijd al verouderd geweest. Ja. Echt vanaf het moment dat die gemaakt werd. Bij Oblivion nog niet. Maar zelfs toen. Maar het is feitelijk niet veel anders. Behalve dat ze nu hebben bedacht dat je inderdaad soort van over planeten en tussen de planeten kan vliegen. Ja. Maar that's it. Het is inderdaad niet een... maar wat jij ook zei, Boris. Waar, volgens mij was het voor de show, waar die Bethesda games zo sterk in zijn, is dat ze meer dan heel veel andere games je loslaten in de wereld en alles voelt alsof het je overkomt. Het gebeurt. Je staat ergens en er staat ineens iemand naast je te schreeuwen en dat je denkt van, oh maar Jelle, heb jij deze guy al gezien daar en daar? Dat ik zeg, nee, ik ben met hele andere missies bezig. Ik heb die guy niet zien staan schreeuwen. Ja. Dat is waarom Bethesda games zo cool zijn. Dat voelt allemaal random. En jij zei van in The Witcher was het ook de sidequests. Ze hebben daar zoveel fucking shit in gestopt, maar het was wel allemaal vrij gestroomlijnd. Ja. Ja. Weet je wie dat ook heel goed gedaan hebben? En daar moest ik heel erg aan denken. Of tenminste, ik hoop dat het heel erg dat niveau heeft. Dat is de Outer Worlds. Ja, en, maar dat is toch al Fallout in Space? Nou ja, maar dat is natuurlijk Obsidian. Obsidian heeft Fallout New Vegas gemaakt. Ja. Dus ik heb het idee dat ze daar hebben ze elkaar leren kennen. Daar heeft die studio is toen in, dat was volgens mij een eerste game, of in ieder geval eerste grote game. Zoveel veel mensen zijn aangetrokken om dat te maken. Ze zijn blijven hangen in dat development proces. En dat is helemaal niet verkeerd, want die game was fucking fantastisch. Dat is misschien wel de beste Fallout game, weet je, als je van de stijl hield. Ja. En ik zou me voor kunnen stellen. Ik vond Outer Worlds vond ik echt briljant. Ik ook. En ik heb nooit het probleem gehad dat ik dacht van, oh, ik kan niet naar deze dingen vliegen. Alleen, ik had zoiets van, wat had het vet geweest als het wel had gekund. Ja, maar het kon niet. Het was niet dat soort games. Ik heb me erbij neergelegd. En hierbij heb ik zoiets van, oké, Bethesda kan het wel, want zij hebben het budget om dat te maken namelijk. En dan hebben ze het toch niet gemaakt. En dan krijgen we, wat krijgen we nou precies? Is dit de Outer Worlds? Ja. Is dit No Man's Sky? Of is dit een uitgeklede No Man's Sky en een uitgeklede Het is een mindere versie van No Man's Sky, omdat je dus niet kan opstijgen landen naar planeten. Maar ze hebben in een soort van No Man's Sky zandbak, ze een Fallout gemaakt. Ja. Ik denk dat dat en dus een Outer Worlds. Want Outer Worlds was gewoon een Fallout. En dan, ik vond hem iets te... Ik hou niet zoveel van die soort van funny shit. Ik vond hem te funny. Een soort van komische stijltje met die soort van maanhoofd en wat dan ook. Het was alles was al een beetje kleurig en wat dan ook. Ja. Dit is, want Obsidian is gewoon met Outer Worlds 2 bezig. Onder Microsoft nu ook, net als Bethesda. Dus ergens maken ze nu concurrerende games. Microsoft zelfs. Ja, ja, want, zeker. Want dit is Avowed en Elder Scrolls ook. Het is ook hetzelfde. Ja, hetzelfde soort games waarschijnlijk. Wat ook niet erg is. En misschien met deze droogte is het prima als je gewoon van elk jaar van dezelfde... En die Obsidian games zijn allemaal klein. Dus het is echt bite-size. Het is 40 uur, 50 uur ben je klaar met de Outer Worlds. 40 uur als je alles doet. Nou, ik was er wel zeker dat mee bezig inderdaad. Maar dit wordt gewoon de serieuze tegenhanger daarvan. Dus niet de haha grappig maanhoofd en kleurtjes. Dit is veel groter. Dit is honderden uren.
Ja, ja, 100%. Mm, ik denk dat je... Nee, volgens mij heeft hij niet ergens gezegd... Fallout was toch ook 120 uur of zo, weet ik nee, maar wel. Ja, als je een beetje gewoon jezelf losliet in de wereld. Maar als je hem gewoon... Ja, maar ik denk dat als je de main story doorbeukt... dat je er ook met 50 uur makkelijk heb doorheen bent. Heb jij de Outer Worlds gespeeld? Ja, zeker. Maar dat is toch veel kleiner dan ja, maar ik ga gewoon... soort van jij loopt van marker naar marker. Ik loop de andere kant op van de marker. Soort van ik ga kijken, wat is er hier achter deze berg? Oh, er zit een vijand. Super tof. Ga ik schieten? Ga ik een cave in waar ik nog lang niet heen hoef? Misschien kom ik er nooit voor de rest als je de dingen doet. Dat doe ik. Ik ga de hele wereld ga ik gewoon rondlopen. Okay, nee, daar heb ik geen geduld voor. Nee. Ik moet je wel zeggen, de Outer Worlds was een hele goede shooter. En ik vond dat een leuke combinatie van shooter en RPG met RPG-elementen. Ja. En ik heb het idee dat dat hier ook... Want ik vond de shooter-actie wat ik gezien heb... Framerate lag een beetje laag. Of het leek eigenlijk wel pre-rendered of zo. Ik weet het niet. Laat ik die even erbij pakken, inderdaad. De beeld die we zagen tijdens de persconferentie... was een PC-beeld, niet Series X. En desondanks was de framerate verre van optimaal. Zelf zie ik dat soort shit nooit zo heel erg. Omdat ik dan een soort van... gewoon gebiologeerd aan het kijken ben. Ik zag het al. Maar ja, is dat kut? Als performance, kijk, weet je dat ik het niet heel mooi eruit vind zien? Allah, wat je zegt, Boer, ik vind het niet mooi uitzien, maar het doet er niet toe voor het type game. Nee, precies. Maar, weet je, performance, dat zou wel kut zijn. En we weten allemaal, Creation Engine, staat er nou niet heel erg onbekend dat het nou zo'n hele robuuste engine is en dat die nou zo goed draait. Maar Bethesda doet dit toch altijd, man? Ik bedoel, toen Fallout 3 voor het eerst getoond werd, dat liep ook voor geen meter. En, Todd Howard heeft nu beloofd, de game is nu klaar. Weet je, in de zin van je kunt hem nu van begin tot eind doorspelen. En nu hebben ze nog, wat is het, 9 maanden? Ja, weet ik veel. Nog tijd. Alleen maar voor optimalisatie. Dog polishing, wat dan ook. En ik zweer het je, hij komt uit met bugs van hier tot Tokio. Twijfel er niet aan. Ik ook niet. Beter speel je in het begin de Xbox Series X versie. En niet de PC versie. PC gaat zeker meer bugs hebben. Waarom? Ja, dat ik weet niet. Dat was dat. Wie zei dat? Nee. Je hebt niet gestandardiseerde hardware natuurlijk. Wel of niet? Niet op PC. De kans dat de consoleversie beter technisch is groot. Maar goed, dan nog. Ik bedoel, ik zou dit op PC spelen. Dat lijkt me heel vet. Tuurlijk, man. Maar in ieder geval, ik denk dat qua shooteractie, ik denk dat het goed is. Ik denk dat het geoptimaliseerd wordt, waardoor het iets sneller loopt. En ik weet niet, de wapens voelden gewoon goed. Beter zelfs dan... In Outer Worlds bedoel je? Nee, hier. Beter dan Fallout. Je hebt het niet gevoeld. Nee, wel. Kijk, bam. Gezien, zie je dat? Bam. Gezien, het ziet er gewoon... Nee, het is gewoon bam. Het ziet er gewoon goed uit. Gevoeld, zegt hij dan. Gezien. Kijk, nou, kijk dan. Het ziet er aardig uit. Het ziet er... Hier, met zo'n kutbeest in de gang. Ja, het is bam. Weet je, Fallout is geen supergoeie shooter. Maar het doet genoeg voor de game die het is. Nou, Fallout vind ik echt een hele slechte shooter, juist. Dat is niet per se de... Nee, maar ik bedoel, dat was bijvoorbeeld mijn angst met Cyberpunk. Van, oké, die wereld ziet er super vet uit. Ja. Maar het wordt first-person shooter... in ieder geval qua gameplay mechanics. Die game schoot super. Laat het alsjeblieft niet zoals Fallout zijn. Want dan vind ik het bijna onspeelbaar in 2020, weet je wel. Maar, weet je, Cyberpunk speelde fucking amazing. Ja, speelde het bijna als de Outer Worlds ook. Ze kunnen Obsidian eventjes langs laten komen om te laten, weet je, vertellen hoe die shooteractie van de Outer Worlds heeft gewerkt. Voor mij is dat heel belangrijk in de ervaring. Zeker. Als dat 90% is van wat je doet en het voelt gewoon ongemakkelijk aan. Want New Vegas, ik wil het zo graag spelen, maar het is echt niet meer te doen. Doe je VAT-systeem, weet je. Dat is de hack namelijk voor dat je... Dat VAT-systeem? Ja, die pauze en dat je kan targeten op limbs of hoofd of wat dan ook. Dat speelt niet leuk. Nou, het speelt heel erg RPG. Jij vindt het niet leuk. Nee, ik vind jij het niet vindt leuk. Ik vind het wel leuk namelijk. Maar en dan heb je die shooter gameplay niet. Dus ik weet niet of dat hierin zit. Ik kan me voorstellen dat ze dat gewoon overzetten, omdat het heel Bethesda eigen is. Maar ergens, ik denk dat de shooter gameplay dat het goed genoeg gaat zijn. Het moet goed zijn. Als het en namelijk niet goede shooter gameplay is, terwijl het toch aanvoelt als veelal een shooter. Ja. En je kan niet landen op die planeet. Nee, ze ontnemen je RPG-rechten. Maar ze nemen alles wat tof is, hebben ze er niet in gedaan. Weet je, het is echt alsof je... Ja, nou goed, ik kan een domme vergelijking gaan verzinnen, maar... Ja, doe nog eens een supermarktachtig iets. Even meer kijken. Aan een broodje dunner te denken zonder saus en... Zonder dunner. Of nou ja, de dunner is dan misschien nog net aan wel, want het is een game, dus het is een broodje. Maar misschien is er dan eigenlijk wel geen... Er zit een heel klein een broodje, maar je hebt er geen dunner in zitten. Je hebt alleen salade erin zitten. Ja. Ja, een beetje salade zit erin. Dat is het vlees. Geen saus, want geen shooter. En geen dunner, want geen RPG. Ja, en als je kaas vraagt, dan moet je 24,95 bij.
Todd Howard beloofde dat je als speler de game zelf kunt vormgeven. Ze hebben een wereld gemaakt waarin jij bepaalt wat er gebeurt. Dat is een beetje... Wat bedoelt hij met vormgeven? Als in, je kan een planeet gaan terraformen als je zou willen? Ze hebben het gewoon niet afgemaakt. Bedoelt, jij mag het zelf afmaken. Nee. Dat zou wel Bethesda zijn. Ja. Nee, wat hij bedoelt is gewoon wat Bethesda doet. Is dat je gewoon zelf kan bepalen. Nu ga ik rechts, nu ga ik die verhaal volgen. Nee, maar wacht even. Zelf de wereld vormgeven. Ja, de game, niet de wereld. En dit is natuurlijk ook nog eens JJ's interpretatie. Dus jullie interpreteren JJ's interpretatie nu. Ze hebben zeggen de gameplay ervaring kan je vormgeven. Precies, wat gewoon logisch is, want het is wat het is een Bethesda. Kijk nou, dit wil ik toch. Dit is concept art geanimeerd. Godverdamme. Hebben we niet de lange? Er was een 20 minuten gameplay sessie of zo. Hoezo hebben we die niet hier klaarstaan? Maar dit vind ik ook wel tof. Kijk nou, zo'n stad op poten met zo'n glazen dingen. En ik vind, dat is ook een ding. Ik vind het anders, precies dat. Graphics wise is hij niet heel slik. Maar ik vind artstijl wel. Jawel, maar ja. Ze hebben een fucking orkest hebben ze ingehuurd. Ja, met mondkapjes. Maar hier bedoel ik deze shit. Gewoon hier, bam, daar komt hij. Ja, het is fucking sick. Ik vind het hier, fucking sick. Hier, die kat zit ook gewoon mee te kwijt. Het heeft ook wel een beetje die Alien Ridley Scott vibe. Ja, Ridley Scott, het heeft wat daarom, het heeft... Ze moeten prima. Toch wel over nadenken. Ze kunnen het er niet doen van, oh, we doen gewoon hetzelfde als Oblivion, maar dan in... Nee, maar ik hoop space. Dat ze alles wat goed is gejat hebben en in deze game gefietst hebben. Dat hoop ik echt. Precies. Maar niet dat ze het eruit hebben geladen van No Man's Sky. Dat kan niet. Kijk, No Man's Sky was een goed voorbeeld van hoe het niet moet. En ik denk dat... Hoezo? Omdat er geen verhaal was. Er was geen gameplay. Er was gameplay. Er was niet echt een verhaal. En dat moest je zelf... Dat heeft hij van tevoren altijd gezegd. Ja, maar dat was niet eens de gameplay. Ik snap dat hij het gezegd had, maar dat maakt het nog niet oké. Maar ik snap wat hij bedoelt. Kijk, er zit wel gameplay in. Maar er is geen reden om die gameplay te gaan doen. Het was geen gameplay. Het was gewoon een soort van... Ze hebben die hele wereld gemaakt. En je dacht, je kan vliegen, je kan landen. Nee, maar je kan minen, je kan schieten, je kan van alles doen. Maar er is geen reden om dat te gaan doen. Jawel, to boldly go. Dat is de reden. Ja, voor jou is dat de reden. Luister, dat is wat hij inderdaad dacht. En toen bij de hand de game... Ja, maar sorry, maar wat is dan maar wat is precies de game? Toen wist hij het niet en toen realiseerde zich dat hij een probleem had. Nee, dat hoeft het niet. Niet alles heeft een set end te nodig. Wat is de gameplay principes van... Weet je, wat is het ding van Minecraft dan? Bouwen. Ja, en dit is, en dan dit is exploreren. Nacht. Nee, maar serieus, want dat is iets vergelijkend heel goed. Wat je bij Minecraft doet, wat de basis gameplay principe was, je bouwt iets en 's nachts komen de monsters en dan moet je overleven in dat huis. Of in die dat is een reden om iets te bouwen. Dat kijk, is, de reden dat om is wat bouwen. Ik bedoel. Van, er moet een reden zijn om het te doen. En ik zweer je, als ze dat niet hadden gedaan, was Minecraft niet zo'n succes geweest. Nee, dan en al het andere niet. Kwam later en is er bovenop gebouwd en weet ik wat. Maar dat simpele principe was Minecraft. En dat, weet je, bij No Man's Sky, het enige wat ze hadden hoeven te doen, is bijvoorbeeld, en dat vind ik bij Elite Dangerous, vond ik dat heel goed. Het is nu weg bij Elite Dangerous, maar bijvoorbeeld het handelen. Weet je, gewoon een soort van, oké, we hebben 85 hele vette ruimteschepen gebouwd, waarvan je de 83 niet kan betalen. Daar is de gameplay dynamiek. Weet je? Okay. Ga maar sparen. Goal. En nu ga was maar handelen. Goal. Dat is dan dat je schepen bij elkaar hebt. En dat is prima, dat is hartstikke leuk. En ik hoop dat zij dat ook hebben gedaan. Ik denk het eigenlijk wel, want ik zag al die opties om die schepen dat bedoel ik. Uit... Jammer dat we die trailer niet hebben. Dat is ik tijdens die presentatie, ik stond daar in Blast natuurlijk met 100 van de kijkers. En ik zei van het enige wat ik nu wil zien is dat je je schepen kan customizen. Maar ik zeg je, dat is het doel van deze game. Je crew samenstellen, je schip bouwen. Denk je dat er een crew is? Ja, ook al gezegd en zijn ook stukjes van dat ze dat lieten. Ja, oké. Maar dat zit natuurlijk ook in Outer Worlds. Ja, behalve dat het in Outer Worlds vond ik het al heel erg tof, weet je, dat je dan wil je mijn crew, ja, ik wil bij crew, en dan de volgende keer dat je in schip zat, dan zat er iemand op dat stapelbed. Maar ook dat is super oud. Maar ook aan te trekken. Maar ook, het was niet vast, weet je wel. Mijn crew het kan er heel anders uitzien dan jouw crew, want het was gewoon, je kan tegen mensen zeggen nee. Maar het waren uiteindelijk niet veel mensen die je kon kiezen. Nee, het waren 6 of 7 of zo. Maar ik heb in mijn hele playthrough heb ik er maar 2 gehad. Oké. Ja, nee, weet je, de rest vond ik droplullen. Dus ja, precies. Fucking racist hier je bent. Ja, nee, ik had een donkere meisje. En een alien. Dus het was super inclusive. Ik had wel fucking inclusive crew. Ja, ik had een donkere meisje en een Aziatische meisje. Dus. Hele lesbische. Ja, het waren mensen. Ja. Ja, maar dat is al super racistisch, want er zijn ook aliens. Ja, die waren heel privileged. Je hebt alleen maar privileged crew had je. Ja, ik had de rainbow crew. Privileged. Dat is heel vet, hè? Als je je spaceship ook kan noemen, dat je het de privileged noemt. Nee, maar je moet wel je spaceship een naam kunnen geven. Ja, ik ben privileged. Dat moet zo op de zijkant staan. Nu ik vond de unreliable ook heel vet. Ja, maar, ja, maar dat een hele vette naam. Dat was funny. Dat was de funny die ik soort van liever niet had. En daarom ben ik zo psyched voor dit. Nee, we hebben alle vragen hier wel van alle punten die de community aangaf.
die hebben we wel behandeld. Ja, kijk, het ding is voor mij, dat schuurt gewoon heel erg met het 1000+ planeten verhaal. Daarmee kan je gewoon niet een levendig universum neerzetten. Nee, dat heb ik net uitgelegd. Nee, als je me laat uitpraten, deze dan zou ik het zeggen. Wat zeg maar, wat ik het allerliefst zou willen zien, dan had je maar 5 planeten gedaan of zo. Maar juist een soort van die open wereld interactie, wat jij bij andere games hebt, zoals Red Dead Redemption, weet je wel. Ja. Dat voelde zo ontzettend. Nee, ik had ook liever 5 of 10 planeten gehad waar ik wel naartoe kon vliegen. Ja. En al had dat een half uur gekost om er te komen. Weet je, je kan ook fast travelen. Ja. En dat kan ook in andere games. Dus dat had hier ook gekund. Dat had ik ook liever gehad. Ja. Weet je? Maar je hoeft niet. Weet je, je hoeft niet een weet ik veel, een San Andreas-achtige diepgang in een wereld te hebben, omdat we en dat volgens op 1000 verschillende planeten na te bouwen. Precies. Dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, het kan net zo groot zijn. Je kunt een soort van microcosmos hebben of een macrocosmos. En dit is gewoon dat ontdekken van die planeten en er naartoe vliegen. Je moet gewoon een ijzersterke reden hebben om dat te doen. Ja. En als dat is van, ik heb mijn wandelstok verloren op Alpha Centauri 38. Tuurlijk moet je links zijn. Naast de zout. Maar denk je dat het anders gaat zijn? Dan natuurlijk, dat is gaming. Maar zou je misschien je eigen jaar. Hele fleet kunnen opbouwen? Kijk, daar kan ik me er wel iets bij voorstellen. Nee, je hebt één schip, geen fleet. Nee, maar ik bedoel, van je kan basis bouwen, dat weet ik. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus je kan, in principe, al die 1000 planeten kan je koloniseren. En dan ga je naar je dan gaan we op de Privileged spelen. Ja, ik wou dat zeggen. Nee, maar ik bedoel van, je hebt allemaal een crew. Op een gegeven moment heb je dan toch ook 1000+ crew. Nee. Weet ik niet of je zoveel mensen kan. Ik denk dat je ook maar op een gegeven moment tot 10, 20 set characters kan op 1000 planeten. Maar dan voelt dat ook niet alsof dat. Maar wat denken jullie dat het nut is van het bouwen van zo'n basis? Ik denk, maar zoals we hier ook zien, dit is overduidelijk een type refinery of iets dergelijks. Precies. Ja, oké. Dus je kan dan ore extracten. Ja, dat gaat automatisch. Open later. En je kan waarschijnlijk goedkoop je schip repareren op zo'n basis. Precies. En dat is de reden waarom je dat zou doen. Amazing. En misschien kan je er nog handelswaren op slaan. Of, handel, überhaupt als er natuurlijk heel veel ore binnenkomt. Op een gegeven moment heb je genoeg, dan verkoop je dat voor een andere resource die je nodig hebt. Ja, ja. En misschien kan je handelsposten hebben. Dat zou toch. Ja. Ik heb daar niks over gehoord over dat handelen en ik hoop dat het echt een wezenlijk onderdeel van die game is. Ik kan me gewoon niet een space exploration game zonder trading voorstellen. Ik denk dat dat wel in zit. Weet je, wat dat betreft hou ik mijn hart vast, want het is en blijft wel Bethesda. En als we zien wat Bethesda heeft gedaan met die live service game Fallout 76, weet je, daar kan je ook niet handelen, want omdat je monetization shit moet uitgeven, weet je wel? Je moet alles in die store kopen. Ja, ik weet niet of dat in deze game ook. Kijk, dat is wel echt het principe van Fallout 76. Is zo'n soort online service-achtig ding. Dit lijkt wel echt heel erg gewoon een lekkere singleplayer te worden. Ik hoop het, want het ziet er lekker uit en ik heb er echt fucking veel zin in. Ja, ondanks dat we zijn hier nu ergens een beetje. Jij begon heel positief, maar toen wij je stuk gemaakt. Precies, aan het brokkelen, afbrokkelen waren. Nee, jij, want wij zijn niet. De gaming industrie. Gewoon wat de gaming-industrie is de laatste 10 jaar, dat is niet die vooruitstrevende gedachten die wij nu hebben. Dat is het gewoon niet. Maar weet je wat het ding is met die space exploration? Ik hoef niet zoveel te hebben. Ik ben vrij snel gelukkig daarmee. Het enige wat ik niet wil is... hoe zou ik het zeggen? No Man's Sky abstractie. Maar dat ga je niet krijgen, want het is een Bethesda game. Dus je gaat gewoon die vette shit mee maar meemaken. No Man's Sky is een perfecte game, behalve dat het geen game is. Dat is eigenlijk mijn ding. Een soort van, je hebt geen reden om al die dingen te doen. Omdat er geen beloning is. Al geen verhaal. En dat gaat hier natuurlijk juist een grote ding is. Want al die, weet je, alles behalve Fallout 76, maar al die RPG's van Bethesda hebben gewoon een verhaal. En het is niet eens de main verhaallijn die het tofst is, maar het is juist de randomness. Van, hey, er komt even iemand vragen, de buurman of je even dit en dit voor hem wil doen. En dan denk je van, nou, misschien is het een gare fetch quest. Maar er gebeurt altijd iets grappigs. Of je vindt altijd iets cools. Ik ben ervan overtuigd dat ze hele vette questlines, hele vette verhalen gaan nissen. En dat is voor mij genoeg. Voor mij is het juist No Man's Sky gedeelte. Jammer dat het er niet in zit. Maar als die RPG ervaring maar echt enorm solide is. En gewoon voor hele vette verhalen met vette facties. En noem het allemaal maar op. Zorg. En daar ben ik van overtuigd dat het gaat er komen. Ja, maar heb jij er nog zin in dan, Boris?
Nee. Nee, nee, dat dacht ik al. Klaar ermee. Koos wel en ik ook, want ik zei al voordat we iets ervan hadden gezien. Jongens, dit wordt gewoon Fallout in Space. De game-industrie is helemaal niet op een punt dat er hele vooruitstrevende, innovatieve dingen gedaan worden over het algemeen. Maar zij hebben een formule die werkt. In de toekomst zou dat wel kunnen, maar daar is het nu gewoon te vroeg voor. Want we hebben al AI dat gewoon met bepaalde... Boris zit er nu te denken of je die mok die tegen de muur moet aankapot. Wat denk je dat het doet op Marktplaats van zo'n Starfield mok? Nou, er zijn er heel weinig van in de wereld op dit moment. 36 dus. Toch? Oké, zoiets. Maar ik bedoel van... Deze Starfield mok, er zijn er maar duizend van, denk ik. Straks maar nog je kan er niet uit drinken. Ja. Hij is lek. Hij is lek, inderdaad. Maar daarvoor is het nog gewoon te vroeg. Want er bestaat al wel AI, wat je die met een paar kernwoorden kan een heel verhaal schrijven. Ja. Dus weet je, we gaan op een gegeven moment in de gaming-industrie gaan we op zo'n moment... Maar dat hebben ze bij Bethesda niet. Daarvoor is het te vroeg. Maar we gaan ooit in de gaming-industrie op dat moment aankomen. Dat zelfs ook questlines en echt goede verhalen gewoon procedurally generated kunnen gaan worden. Ja, maar we gaan ooit op een dag, en met we bedoel ik niet wij drieën, maar mensen gaan op een dag aan boord van een schip en vliegen naar Alpha Centauri om daar 2 weken op vakantie te gaan. Maar waarom ben je zo negatief? Dat kan nog steeds. Elon Musk is al bezig met Neuralink. Je downloadt gewoon Ik wil space exploration. Ik wil met mijn eigen schip en ik wil gewoon dat het fucking vet is. Maar nee, het gaat je wil je eigen schip natuurlijk. Ja, en dat wil ik helemaal samenstellen. En dan wil ik in het echt smokkelware wil ik meenemen van de ene planeet naar de andere. Hey, ook in het echt mag je gewoon je eigen schip samenstellen. Ik denk alleen niet dat je lukt. Ja, je mag het proberen. Je kan alleen maar de ruimte niet in. Ik ben Willy Wortel niet, weet je. Het gaat me nooit lukken. Maar fair enough. Ja. Gaan we hem afsluiten. Dit was wel een van de grotere games van deze NE3. En dus ook een langere preview. Ja. En houd de website in de gaten, want we hebben nog meer previews. Houten website? Houten website. We hebben een houten website. Ja, dat is ook een beetje outdated, net als deze game. Maar gewoon retro is dat. Ja, een retro game. Dit is een retro game. Ja. Starfield is een retro game eigenlijk. Een houten website. Ja. Vet.